Ik heb voor de gemeente gekozen omdat ik heel graag deel uit wil maken aan het proces burger-overheid. Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande in gemeenteland op het gebied van het makkelijker maken voor de burger. En ja, het is gewoon geweldig om daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Ik werk bij de afdeling juridische zaken van het Stadsdeel Oud-Zuid. Ik werk daar 36 uur per week. En het werk dat ik daar doe is het behandelen van bezwaarschriften. Het kan namelijk voorkomen dat iemand een vergunning heeft aangevraagd voor het bouwen van een dakkapel. Maar zijn buurman is het totaal niet mee eens. Dus dan dient zijn buurman een bezwaarschrift in. Op dat moment is de buurman een bezwaarder. En degene die de vergunning heeft aangevraagd, de vergunninghouder. Ik ga dan het bezwaarschrift behandelen op een aantal eisen die zijn vastgesteld in het Algemene Wet Bestuursrecht. Als bijvoorbeeld een handtekening ontbreekt op het bezwaarschrift, dan stuur ik een briefje aan de bezwaarder met de vraag of hij alsnog een handtekening wil zetten op zijn bezwaarschrift. Wat ik ook doe is een brief sturen naar de vergunninghouder met de mededeling dat er een bezwaarschrift is binnengekomen. Nou, wanneer het helemaal compleet is, ga ik over tot het plannen van een hoorzitting. Ik plan alleen de hoorzitting, ben er zelf niet bij. Dat is mijn collega secretaris. Die werkt ten behoeve van het Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie. Tijdens de hoorzitting kan de vergunninghouder aangeven waarom hij vergunning heeft aangevraagd. En de bezwaarder die kan toelichten waarom hij het niet eens is met dat zijn buurman een vergunning heeft gekregen. Nou, wanneer dat helemaal is afgerond, maakt het Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie een advies. Die geeft het advies weer aan mij. Ik moet het weer doorgeven aan degene die de vergunning heeft verleend. En dan vraag ik ook van, goh, ben je het eens met het advies of niet? Het komt vaak voor dat ze het wel eens zijn met het advies. Dan komt het weer bij mij terecht en dan moet ik een beslissing op bezwaar maken. En om de beslissing op bezwaar ook te publiceren aan de vergunninghouder en bezwaarder, maak ik een kennisgeving. En dat is eigenlijk het einde van het bezwaarschriftenprocedure.